En dat begint eigenlijk, die entree bestapelen, hier in dit parkje, het parkje Burgacker. En dus hebben we altijd gedachten gehad, we moeten er iets mee gaan doen om dat te betrekken. Peter, een nieuw park hier in Boxtel. In een half jaar tijd gerealiseerd. Vertel eens even, hoe is dat idee ontstaan? Nou, we hebben altijd gedacht van het is doodzonde dat het park Stapel eigenlijk te veel verstopt ligt, terwijl het tegen het centrum van Boxtel aan ligt. Dus we hebben altijd gezegd, die entree naar Stapelen, die moeten we gewoon uitnodigender en opener maken. En dat begint eigenlijk, die entree bestapelen, hier in dit parkje, het parkje Burgacker. En dus hebben we altijd gedachten gehad, we moeten er iets mee gaan doen om dat te betrekken. Maar is dat idee al veel langer? Ja, dat is eigenlijk tegelijk gekomen met Landschap van Allure. In die totale aanpak, daar hadden we het ook over het stadslandgoed Stapelen. Dus dat is eigenlijk 2011, 2012 dat die gedachte al opgekomen is om daar iets mee gaan te doen. Maar er was zeker geen geld voor toen? Nou nee, in het totale project van Landschap van Allure. Het grote voordeel was dat de provincie daar ook heel fors mee subsidieerde. Ja, dus dan krijg je dingen toch los. Dat is werk met werk maken, noemen we dat. Hè. En is dat uiteindelijk toch realiseerbaar geworden. Frits, in een half jaar tijd is dit gerealiseerd. Hoe hebben jullie dit zo snel kunnen doen als gemeente? Andere mensen natuurlijk. Je bent ontzettend afhankelijk van de medewerking van heel veel mensen in dat traject. En de creativiteit en flexibiliteit die dan iedereen daarbij doet. Daar zijn we heel erg dankbaar voor, want het was een enorme opgave. En je moet van een idee, wat in één keer spontaan opkomt eigenlijk bij een aantal studenten, moet je dat gaan uitwerken. Toch even, waarom was dit nou specifiek een zware opgave? Nou, omdat je met heel veel beperkingen zit op dit landje. Er zitten zware beschermende maatregelen op. Het is natuur, je mag daar verder niks bouwen. Een kunstwerk mag nog net, maar dan maximaal tot 3 meter. Dus we hebben echt de randjes opgezocht van wat mocht. Bijvoorbeeld, wij mochten maar ontgraven tot 40 centimeter. Want anders zou je in het archeologisch gebied terechtkomen. Dat wilden we natuurlijk niet, want dat geeft allemaal oponthoud aan het project. Daar waren we nooit op tijd klaargekomen. Je komt hier als toevallige passant bij. Als heel toevallig, ja. Als heel toevallig. Wat vind je ervan? Ik vind het geweldig, serieus. Hij lijkt in ieder geval wel op een huis voor. Ik wist ook helemaal niet wat er eigenlijk onder zou zitten, dus dat verrast me wel. Maar nou moet ik zeggen dat het, ja, ik vind het echt heel, en hij schijnt nog mooier te worden, hè? In de tijd, zegt de maker, zeg maar. Dus ja, heel goed. Gemeente Boxtel, compliment. Het ijsvogeltje, dat zit hier ook langs de Dommel. Dus wat is er nou dan beter dan dat je in een kunstzinnige vorm zo'n 3 van dit soort ijsvogeltjes terugbrengt?